Welkom bij de allereerste aflevering van Wij zijn Montferland. Een serie waarin we kennis maken met alles wat de gemeente Montferland de mensen te bieden heeft. En vooral ook wat de mensen hier met elkaar verbindt en met de omgeving. Nou, Montferland is een gebied vol bosrijke heuvels, uitgestrekte velden, prachtige historische dorpjes. En daar gaan wij kennis mee maken. In deze allereerste aflevering ga ik op ontdekkingstocht. Kijken naar de omgeving. Want de gemeente Montferland heeft wandelaars bijvoorbeeld heel veel te bieden. Bosrijke heuvels, uitgestrekte velden, prachtige historische dorpjes. En daar gaan wij kennis mee maken. In deze allereerste aflevering ga ik op ontdekkingstocht. En de dresscode voor die allereerste aflevering die was op zijn minst bijzonder te noemen. Hi Monique, wat is hier het idee achter? Nou, dat was een grapje natuurlijk, maar het duidt wel aan wat we vandaag gaan doen. We gaan het Steikheimer pad lopen, het eerste klompenpad in de gemeente Montferland. Het klompenpad, en dat gaan we dus dan niet op klompen doen? Ja, als jij dat wil, dan mag je dat doen, maar ik heb een paar andere schoenen aan. Nou, lief niet, ik ga even een kleine switch doen. Nou, dan gaan we hier even lekker een break houden bij de molen en de schaapjes. Laten we hier lekker gaan zitten. Even lekker uitpuffen. Ja. Monique, wat is nou eigenlijk een klompenpad? Nou, een klompenpad is een bewegwijzende route. Die loopt over historische paden, door natuurgebied, langs weilanden. En verbindt ook een aantal hele mooie bezienswaardigheden in de omgeving. En zoals je die gaat lopen, dan krijg je een goede indruk van hoe een gebied eruit ziet. In dit geval dan hier in Stockholm. En waar is het ergens begonnen? Nou, een paar jaar geleden hebben dorpsgenoot André Menting en ik samen initiatief genomen voor een zogenaamd levend landschap project. En dat werd ondersteund ook door Stichting Landschapsbeheer Gelderland. En het idee daarachter is dat je met groep inwoners die dat leuk vindt, gaat brainstormen over allerlei ideeën, initiatieven om Stockholm en omgeving mooier te maken, groener te maken, toegankelijker te maken. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het terugbrengen van houtwallen in het buitengebied. Ja, of het aanplanten van solitaire bomen of meer bloemrijke bermen. Nou, een hele waslijst van ideeën hebben we toen opgehaald. En een van de ideeën waar het meeste animo voor was, was het realiseren van een lokaal ommetje. En uiteindelijk heeft dat dus geresulteerd in het Stockholmse klompenpad. En hoe lang is het klompenpad precies? Als je hem volledig loopt, 17 kilometer. Maar er zitten ook wel mogelijkheden in om hem wat af te korten. Er zijn een paar lusjes gemaakt, waardoor je ook 11 of 9 kilometer kan wandelen. Nou ben ik wel benieuwd hoe zo'n initiatief ontstaat de omgeving. Jij wordt erbij betrokken of jij neemt het initiatief eigenlijk mede. Maar waarom vind jij dat nou zo belangrijk om daar aan deel te nemen? Waarom deed jij mee aan het initiatief? Wat ik zelf in ieder geval leuk vind is als het lukt om samen met een groep enthousiastelingen die uiteindelijk toch ergens iets van een gedeelde passie hebben, nog eens goed gaat kijken naar je eigen woon- en leefomgeving en probeert daar de mooie punten te benoemen. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar een goed gevoel van krijgt. Inderdaad. En het is ook een groot succes, toch? Ja, dat is het zeker. Want we zijn nog niet zo heel lang open. Sinds juli 2021. En sindsdien is de digitale folder al 8500 keer gedownload. 8500 keer? Ja, dat is heel fors. Maar wat maakt dat nou zo'n succes, denk je, dit pad? Waarom wordt dit zo vaak gedownload? Nou ja, ik kijk af en toe eens op de website van het Klompenpad. En daar kunnen mensen die hem gewandeld hebben, kunnen daar een waardering of een recensie achterlaten. En wat ik dan teruglees is dat mensen het heel erg waarderen dat er zoveel afwisseling in deze route zit. Het loopt door de weilanden, het loopt door natuurgebied, door het bos dus. Er zit een stuk historie in. Je loopt langs een aantal mooie, bijzondere plekken, zoals hier de molen, maar ook het kasteel. Er zitten hele mooie vergezichten en doorkijkjes in. Helaas zien we dat vandaag niet zo vanwege de mist, maar ik denk die afwisseling, die wordt heel erg gewaardeerd.
Ik ben wel weer een beetje op gaan laden. Zullen wij gewoon lekker weer het klompenpad gaan afmaken? Goed plan. Ja, we gaan die kant op. Dit soort routes kun je op eigen initiatief lopen. Maar je zou je natuurlijk ook kunnen aansluiten bij een wandelgroep. Is net zo gezellig, hoef je ook niet alleen te lopen. En in Lengel, daar hebben ze zo'n groep. Peter, jij bent deze wandelgroep ooit begonnen. Maar hoe is dat zo ontstaan? Ja, het is eigenlijk uit de Beweegtour van Welkom. Die hebben elk jaar hebben ze wel een evenement. En dat was toen wandelen. Een wandelgroep proberen bij elkaar te krijgen. En de eerste keer waren er meteen 8 kandidaten. Maar meteen 8 aanmeldingen dus? Direct al 8 mensen. Toen hebben we die Wandel Plus wandeling gemaakt. En dat liep als een tierenlier, want ze vonden het prachtig en leuk. En ik vond het leuk. Ik heb dat 4 keer gedaan, 4 keer een training gegeven. Werd gesponsord door Welkom. Ja, dus jij geeft 4 trainingen, jij start het op eigenlijk. Precies. En zo is het. En dan moeten de 2 mensen eigenlijk overblijven van de groep die initiatief nemen om een appgroepje te maken. En de ander die regelt de koffie. En zo zijn Eddie en Benny degene geweest die dat hebben opgepakt. En ik ben een jaartje later weer eens teruggekomen en hebben de zaakjes weer eens aangetrokken. En nu is het eigenlijk weer zo, weer een jaartje later. En we gaan vandaag ook weer zo'n Wandel Plus wandeltocht houden. Maar nou zei je Wandelen Plus, hè? Wat bedoel je daar precies mee? Wat doe je dan allemaal? Wandelen is natuurlijk de oervorm die wij als mensen hebben meegekregen. Dat deed je al op je eerste jaar. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat als je fit wil blijven en je hartslag die moet wat omhoog, dan betekent het dat je ook wat meer arbeid moet leveren dan alleen maar wandelen. En tijdens het wandelen een oefening doen, betekent dat je armen bijvoorbeeld ook veel meer in beweging zijn. Dat je bewegingen wat intensiever worden. En dat hebben wij dan door middel van oefeningetjes, hebben we daar een oplossing voor gezocht. En op 1 been staan en dat soort dingen. Dat zie je bijna nooit iemand doen als hij aan het wandelen is. Maar je hebt natuurlijk veel meer evenwicht op dat moment. En train je lichaam. Maar wat is jouw drijfveer? Waarom vind je dit zo belangrijk? Ja, dat is een goeie. Nou, bewegen doe ik zelf graag. En de mensen toch begeleiden met mijn kennis en mijn enthousiasme en mijn manier van doen om ze toch aan het bewegen te houden. Dat is eigenlijk mijn behoefte en dat doe ik graag. Mensen wat beter maken. Zegt Peter, ik krijg het een beetje koud. Ik zie dat ze daar op de achtergrond druk aan het bewegen zijn. Laten we die kant maar even opgaan. Ga ik even meedoen. Top. Kijk eens, Annemarie. Ik pak hem wel aan. Hi, Eddie. Nou, ik geef hem even door aan Benny. Ik kan me voorstellen dat misschien mensen zijn die ook wel zo'n wandelgroep zouden willen beginnen. Wat brengt het jou in je leven? Oh, is nou wel verwarrend hoor, Eddie. Ja. Wat brengt het in mijn leven? Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Ik ben altijd al een doenmens geweest, mijn hele leven al. Dus ik kan niet... Ik kan ook niet stilzitten en dat vind ik toch echt belangrijk dat andere mensen dat ook doen. Goed in beweging blijven en daar blijf je jong mee. Kunnen mensen zich eigenlijk ook aanmelden als ze zeggen van nou, ik wil ook wel lid worden van die wandelgroep? Dat is geen probleem. Ze kunnen mij bellen, dus ze kunnen zich gewoon opgeven. En we kunnen tot 20 personen willen wij gaan. We willen ook niet te veel mensen hebben. Maar we kunnen er nog wel wat bij gebruiken, dus het zou hartstikke leuk zijn. Maar wat doet het nou ook voor de saamhorigheid hier in de gemeenschap? Ja, dat brengt heel veel natuurlijk voor de mensen allemaal. Is dat natuurlijk, alleen het samen zijn is al fantastisch. Het onderlinge praten, het afwisselen wat we met elkaar doen. Dan praat je eens met 10, dan praat je eens met 10. Met oefeningen, met wandelen. Nou, en dat is natuurlijk het belangrijkste ervan natuurlijk. Ja, je komt lekker de deur uit met z'n allen. Ja, je komt samen. Ja. Ja, precies. Je blijft niet in huis zitten. Dat is degene. Je moet naar buiten, je moet wat doen. Ja, inderdaad. Nou, je hebt ook geen tijd om even een beetje af te koelen, want warm blijven we wel hier hoor.
dit was hem weer voor deze week. In aflevering 6 dan komen we weer in beweging. En volgende week dan gaan we alles wat we vandaag afgetraind hebben, er gewoon lekker weer aaneten met allerlei Montferlandse lekkernijen. Ik zou zeggen, tot de volgende Wij zijn Montferland.